Sorry, misschien hoorden jullie me wel, maar ik kreeg in beeld dat er geen verbinding was. Dus goedenavond, ik ben er. Facebook live, woensdag workshop live. Ben Hella, ben Leuke Stempels. Leuk dat jullie er zijn. Ja, ik zie dat we kijkers hebben. Oké, sorry, ik word een beetje melig altijd als de verbinding niet direct goed is. Dus dat doe ik maar even van allerlei rare praat. Maar goed, oké, ik ben er. Wat gaan we doen vanavond? We gaan vanavond een paar leuke canvasjes maken. Hoi Rianne, hoi Kala, leuk dat jullie er zijn. We gaan een paar leuke canvasjes maken. We hebben de afgelopen week hele leuke kleine canvasjes binnengekregen. Kijk, ze zijn echt heel klein. Dus dat is echt een uitdaging om daar nog wat leuks op te maken. En daar ga ik vanavond mee bezig. Dus ik hoop dat jullie blijven kijken en dat jullie het leuk gaan vinden. Ik ga gauw omdraaien, dan kunnen we beginnen. Even kijken. Dat doen. Hoi Lisbeth. Zo. Dit is het werkvlak. Oké, leuk Kitty. Leuk dat je er ook bent. Nou, volgens mij hangt die goed, de camera. Blijft die ook hangen zo. En zijn jullie in beeld. Dit zijn de canvasjes die er binnengekomen zijn. Ik ga er vanavond twee in beeld maken. Ik heb er ook al twee voor gemaakt. En dan kunnen we dat bij elkaar voegen. En dan zien jullie precies wat je er eventueel mee kunt. Hoi Jenny, hoi Aletta, leuk. Kijk, deze is... Ik zal even de maten vertellen welke binnen zijn gekomen. Want dat is altijd wel leuk om te weten. 5 bij 5 centimeter. 4 bij 6 centimeter. 5 bij 7 centimeter. 7 bij 7 centimeter. 6 bij 8 centimeter. En de grootste is deze kleine van 10 bij 7 centimeter. Dus het is echt inimini. Nou, ze zitten mooi op hout. Dus er zit echt een houten framepje achter. Ze zijn echt wel heel, heel stevig. Ze zijn ook een beetje wel hoog. Ze zijn niet echt van die hele smalletjes. Dus hoi Bianca, hoi Danielle, leuk dat jullie er ook zijn. Hoi Peter en Wendy. Ja, klein maar fijn en ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. Goed, ik ga er daar twee van gebruiken. En dat is de 5 bij 7 centimeter. En de 6 bij 8 centimeter. Die ga ik gebruiken. Is twee. Ze zijn al wit en het is al gesso in principe. Als je het niet helemaal vertrouwt, zou je er nog een laagje gesso overheen kunnen doen. Ik ga dat vanavond niet doen. Hi Evelien, leuk dat je er bent. Ik ga vanavond gelijk met Delusion Paint aan de gang. Zoals je ziet heb ik al diverse kleurtjes neergezet. Het maakt niet uit wat voor kleur je gebruikt. Je kunt alle kleuren gebruiken. Ik begin met een wat lichtere ondergrond. En daar overheen ga ik straks nog met een ander kleurtje werken. Goed, ik ga hem eerst egaal maken. Dat wil zeggen dat ik daar deze voor neem voor de rode, de kleinste. Dat is de 5 bij 7 centimeter. Ik pak een klein beetje rood. Er zit nog wel wat in het deksel. En anders dep je één keer in de paint. De paint is een soort acrylverf. En die dekt best goed. Hij is ook heel fijn en heel geschikt voor in Art Journals. Omdat hij heel mooi glad opdroogt. Je merkt eigenlijk niet dat je met distress of dat je met paint werkt. Het is van Delusions. Hi Esmeralda, leuk dat je nu gelukkig uit de woonkamer gewoon kunt kijken. Mee kunt kijken. Gaat de goede kant weer op, hè? Kijk, je kunt wel zien, ik doe het met draaiende bewegingen. Ik pak gewoon steeds een klein beetje van mijn craftsheet op. Ook de zijkanten natuurlijk niet vergeten, want deze zijn een beetje hoog. Dus die moet je wel doen. Nou, aan één kant is natuurlijk gevouwen. De zijkanten zijn altijd leuk, want voor je het weet heb je hele vingers onder zitten. Als het nog niet helemaal droog is. Goed, ik blijf even mijn van die andere zijkant af, dat die droog is. Dat kun je heel makkelijk doen door even snel met de heat tool eroverheen te gaan. Dan droogt het snel. Hi, Fini. Het voordeel van de Delusions Paint is dat het gewoon heel snel droogt. En dat het ook heel
droog opdrogen. Het plakt dan ook niet meer. Kijk, nou kan ik het alweer aanpakken en dan kan ik die andere zijkanten nog even doen. Zo. Natuurlijk niet mijn vingers erop hebben staan. Die zijkant ook nog even drogen. Hi Tamara. Goed, de eerste is klaar, die is rood. Ik ga de tweede ook doen. Die ga ik een beetje oranjeachtig maken. Dan kan ondertussen de eerste die ik in de basis heb gezet ook een beetje verder drogen nog. De deksel laat los. Goed, ook daar neem ik weer een klein beetje van op. Het hoeft echt niet veel te zijn, want je hebt voor die kleine canvasjes echt niet veel nodig. Ook weer even een beetje draaien. Draaiende beweging, zodat je sponsje opneemt. En dit is dus de 6 bij 8 centimeter. Ja, dit is dus de basis die je ervoor maakt. Kijk, als je nou handig doet, dan doe je eerst de tegenoverliggende zijdes en daarna de andere tegenoverliggende zijdes. Dan blijven je handen en je vingers ook nog wat schoner. Ja, die loesjepjes zijn heel leuk voor ook achtergrondtechnieken, dat klopt. Deze oranje kleur heet het Pure Sunshine. En de rode is de Postbox Red. Nu nog de twee andere zijkanten even bewerken. Als je nog nooit op canvas hebt gewerkt, is dit juist wel een hele leuke techniek ook om een keer te proberen. Want het kost niet heel veel moeite en het is juist met die kleine canvasjes ook wel heel leuk om te doen. En je valt er geen beul aan als het niet goed gaat. En als je het niet leuk vindt. Maar kleine canvasjes vindt denk ik iedereen leuk. Hi Mimi. De sponsjes, deze sponsjes bedoel je Marianne. Dit zijn inkblending tools. Inkblending tools die heb je in het rechthoekig en in het rond. De ronde die werken iets makkelijker. Want je ziet geen, niet zo snel een afdruk. Als je deze gebruikt, je kunt de... Nou, laat ik, ja, nee, deze is nat, maar ik laat even een droge zien. Er zit klittenband onder. En daarmee kun je iedere keer een nieuw sponsje erop doen voor een nieuwe kleur. Als je ze gebruikt hebt, en vooral met deze Delusions Paints, die kun je onder de koude kraan goed uitspoelen. En dan kun je ze gewoon weer gebruiken voor een ander kleurtje. Nou, kijk. Twee basis. Wat ik nu ga doen, is de... Daar nog weer met een stencil op werken en met een andere kleur. Ik pak hiervoor een stencil van Tim Holtz. Dus deze die is de Feather Layering. De Feather Stencil is, ja, heeft wat nerfjes. Die leg je erop. En dan pak ik een tegenhangende kleur, dus eigenlijk een contrasterende kleur. En dat is in dit geval Midnight Blue. Je zou het ook met donkergroen of zo kunnen doen bij het ten opzichte van het geel en het oranje. Hier ga ik iets meer van pakken, want ik ga ze straks allebei afwerken met blauw. Zo. Dat is eigenlijk al te veel.
deksels altijd weer direct erop draaien. Omdat de dilution paints dus als eigenschap heeft om heel snel te drogen. Ook natuurlijk in die potjes. En ze hebben nogal een wijde hals. Dus er kan veel lucht bij. Dus je kunt ze het beste zo snel mogelijk dicht doen als je er wat uitgehaald hebt. En dan hou je ze het langste vloeibaar. En dan mocht je ze op een gegeven moment een potje wat leger raken, dan kun je het beste even, voordat je hem dicht doet, een spray, een puffje water insprayen. Dan behoudt hij zijn dikte. Nou, hier moet je echt even mee oppassen dat je niet te veel aan je sponsje hebt. Dus je ziet wel dat ik het echt aan het afdeppen ben op de craftsheet. Nou, gaat het erom dat je je stencil goed vasthoudt en niet verschuift. En dat is natuurlijk op zo'n klein oppervlakte best wel een beetje tricky. Ik heb hier nog geen andere truc voor gevonden als echt gewoon vasthouden. Want omdat die canvasjes dus wat hoger zijn, kun je hem ook niet vastplakken op je ondergrond. Wat je normaal nog wel eens kunt als je hem op een kaart gebruikt, zeg maar. Dan kun je hem vastplakken naast je kaart. En dan glijdt hij in elk geval niet weg. En dus dit is echt even handmatig goed vasthouden. Dat klopt, Marianne. Dat is een hele goede tip. Even schudden met het potje en dan heb je het aan de deksel zitten. En dan kun je het vanaf je deksel halen. Nou, als ik hem er nu afhaal. Kijk, je kunt wel zien, ik ben toch een beetje hier aan het schuiven geweest. Dus dan is hij toch nog iets te veel. Niet helemaal goed, maar. De tekening zit erin en je kunt straks altijd nog weer wat gaan schuiven met wat we daarvoor nog weer op gaan zetten. Ik ga ook de zijkanten natuurlijk doen. Die gaan we ook niet vergeten. Dus net zijn alsof het doorloopt. Er zit nog genoeg aan het sponsje om hem te kleuren. Het hoeft niet te precies. En laat hem wel meelopen met de lengte zoals je hem ook aan de voorkant hebt gebruikt. Kijk. Je ziet wel, ik neem tussentijds nu geen paint meer op. Omdat er voldoende zit aan de sponsje zit. Nou, nu deze kant nog. En zo heb je alle kanten bewerkt. Nou, dit kun je ook weer drogen met de heat tool. Dit is Dilution Paint, Paulien. Het zijn de potjes Dilution Paints. Dit is de After Midnight Blue die ik nu gebruikt heb. Ik leg deze even terzijde. Ik heb natuurlijk nog eentje gepakt. Dat is afgemaakt. Dat is die met een rood, met de Postbox Red. En daar ga ik nog weer een iets ander werkje op zetten. Dan moet ik alleen even kijken welke ik daarvoor zal gebruiken. Welke stencil. Nou, ik denk deze toch maar van de. Ook van Tim Holtz is de Sleet. Het is een beetje een. Hoe moet ik het noemen? Een steen, een muren achtergrond. Ik weet alleen niet zeker. Ik zit eigenlijk even een beetje te twijfelen of die niet te veel blauw is en te weinig wit. Ik kan natuurlijk ook nog een andere nemen. Ik ga deze nemen. En zijn andere. Dat is de Levy. Die heeft dan eigenlijk een beetje hetzelfde als die we net hadden. Alleen dan net. Dit is de veer. Dus die heeft een veerstructuur. En deze heeft een bladstructuur.
Ik denk dat die wel mooi is voor op de rode. Roma, hoe bedoel je dat? Hoe lang kun je de verf gebruiken? Die verf kun je net zo lang gebruiken tot wat je hier hebt liggen. Ik bedoel, hij droogt wel, maar hij droogt niet zo heel... Ja, hij droogt wel snel, maar... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Als jij een kloddertje er hebt, dan kun je wel echt wel even mee werken. Maar je kunt beter een klein beetje steeds erop zetten. En als die op is, dat je dan nog weer aanvult als dat je hem te lang achter elkaar wilt gebruiken en hij is te droog aan het worden. Nou, daar gaan we weer precies hetzelfde mee doen. Ook dit doe ik met de blauwe After Midnight. Dit moet je niet doen als je een afspraak na je vreubeltijd hebt, want dan heb je je vingers heel blauw of je moet even handschoenen aandoen. Dan heb je minder last van vingers die weer heel erg blauw zijn. Goed. Die kan eraf, kijk. En ook hier weer de zijkanten op dezelfde manier meepakken. En ook weer een beetje op te kijken hoe je flow of hoe je hem erop haalt aan de voorkant, dat het meeloopt. Dat is wel net zo netjes, dat het er niet dwars op staat ten opzichte van je voorkant en van je zijkant. Is klaar, hè? Kijk, ik heb zelfs nu nog veel te veel. Dus eigenlijk moet je al je canvasjes tegelijk achter elkaar afwerken. Dan heb je meer dan voldoende verf zoals ik dat nu hier heb liggen voor je canvasjes. Even weer met de heat-tool er overheen. Nou. Die kunnen even aan de kant en drogen. Ik ga dit opruimen voordat ik verder ga met de volgende fase. Verf gebruik ik niet meer. Tenminste, niet deze verf. Gewoon even een stukje keukenrol of even met een babydoekje kun je het eraf halen. Ik zou het niet terug doen in het potje, omdat deze toch al wat droger is geworden. Kun je het beter niet terug doen in het potje. Dus daarom zeg ik ook, beter zo min mogelijk pakken en hem dan een keer bijvullen als dat je... Goed, Louise, jij gaat gewoon met die vingers naar de afspraak. Echt waar, met zulke vingers? Nou, ik durf dat niet eens. Dan ben ik altijd bang dat ze gaan zeggen van, hoe doe je? Of hoe kom je eraan? Maar goed, het is ook maar net wat voor afspraak je hebt natuurlijk. Hè? Kijk, als iemand op vreubelgebied is of op stempelgebied, is het niet zo'n ramp. Maar goed. De sponsjes kun je met koud water uitspoelen, Loes. En eventueel gebruik je daar een beetje afwasmiddel bij. Dat zou wel kunnen. Goed, wat ik ga nu gaan doen. Ik ga op die kleine canvasjes ga ik een afbeelding maken. Maar die afbeelding die stempel ik eerst gewoon op een stukje stempelkarton. Maakt niet zo heel veel uit wat je daarvoor gebruikt. Je kunt natuurlijk wel even rekening houden met hoe je dat stempelafdrukje weer in gaat kleuren. Ik ga daarvoor distress ink met een watertechniek gebruiken. Dus dan gebruik ik toch wel liefst een beetje een aquarel papiertje. En in dit geval is het Waterart A6 formaat
papiertje. Stempelkarton officieel dan, hè. Ik neem een acrylblokje. En ik ga met deze monstertjes werken van Carabel. Die vind ik er leuk voor. Die zijn ook echt een beetje in maat. Op maat voor deze kleine canvasjes. Dus dat is op zich wel leuk. Er zijn heel veel, momenteel heel veel monstertjes in de handel. Ook van Paper Archie zijn er hele leuke kleine monstertjes. Die zouden ook kunnen, maar nou, vandaag heb ik voor deze gekozen. Ik ga er twee gebruiken, dat zijn de twee onderste. En die ga ik stempelen met Versamark en met de zwarte wouw in bossenpoeder en bossen. Dan zijn ze net iets dikker en zijn ze ook iets makkelijker uit te knippen. Ja, zo kleurrijk vingers dat ik zelf nog weer afgeef op mijn stempelkarton. Goed, Versamark. Versamark is doorzichtige inkt. Beetje vettige inkt. Voor degenen die dat nog niet kennen. Je ziet in principe niet wat je doet. Dus je moet even een paar keer op hetzelfde vlakje beinkten. Dan ga je je stempels afdrukken. Ook dat zie je niet goed. Als je er dichtbij zit, dan kun je het wel zien hoor. Maar dan zie je wel een soort van licht glinsterend laagje. En jullie zien het nu niet, maar allee, de barbertruc komt er weer aan. Wow, zwarte embossing poeder, de ebony. Je kunt natuurlijk ook gewoon denken van, nou, ik stempel gewoon met zwarte inkt. Kan ook hoor. En dan zonder embossingpoeder. Of eventueel wel weer met embossingpoeder. Nou, dat zijn de twee keeltjes. Monstertjes. Die moet je natuurlijk wel even verhitten om het te zetten op het papier. Dan blijft het vasthangen. Zo gauw als het gesmolten is, zit het vast. Ook dat zie je eigenlijk voor je heattool aan wel smelten. En dan is het in principe al voldoende. Klaar al. En wat ik nu ga doen, ik wil zometeen de ogen, die wil ik wit houden. En dat kan je doen als je weet al wat voor techniek je gaat doen. En ik ga dus met distress ink op de craft sheet en met water sprayen en hem dan kleuren. Dus dan kan ik niet zeggen van, oh, ik wil daar geen inkt en ik wil daar geen inkt. Dus dan moet je iets tegen doen. Daarvoor heb ik Tycol. Tycol is een regist. Dat werkt in principe bij alle waterbasis inkten. Dat neem ik met een Fantastics penseeltje, noem ik dat eigenlijk. Of een soort douchelaatje. Neem ik dat op. Het is een vrij dunne substantie. Het droogt ook transparant op. En daarmee kleur ik de ogen in. Als dat straks dan droog is, dan neemt dat geen kleur aan van de inkt. En het geeft gelijk ook een beetje het glazige effect van de ogen weer. Dus dat is eigenlijk een extra leuke bijkomstigheid van de Tycol. De ogen van beide monstertjes doe ik daarmee. Het mooie is ook omdat je nu geëmbost hebt, blijft de vloeistof makkelijker binnen de lijntjes. Het heeft allemaal weer zijn voordelen, hè, als je gaat embossen. Als je dit met gewone inkt doet, dan moet je echt wat meer oppassen dat je niet over de lijntjes heen kleurt. Dat je geen Tycol krijgt zitten waar je het niet wilt hebben. Ik noem ook het puntje van de schoen of van de poot van deze. Maak ik ook resist met de Tycol en de oren van
dit monster. De binnenoren en dan hoop ik dat straks het buitenoor nog wel een kleurtje krijgt. Teiko heb ik in potjes van 30 ml. En daar kun je heel lang mee, want het zit echt ook bijna geen... je hebt er niet veel van nodig als je dit gebruikt. Goed. Dit kun je uitspoelen in water. Ik zet hem nu gewoon even in een pot met water. Dit moet even drogen. Dat kan met, kun je ook met de heat tool doen. En dan ga je het uitknippen. Nou, dat heb ik al voorgewerkt. Want ik vind naar knippen van mij kijken, denk ik niet dat... ja, tuurlijk Marianne, dat mag uiteraard. Ik denk niet dat jullie het leuk vinden om de hele tijd naar mij te zitten kijken. Omdat ik aan het knippen ben. Dus ik heb ze nu hier uitgeknipt en al bewerkt met de teiko. En nu ga ik even kijken wat voor kleurtje ik... welke kleur ik ga geven. Ik ga Picket Fence gebruiken. Dat is een roze. En dan mag dit monstertje mag rozig worden. Gewoon een beetje op je craftsheet doen. Klein beetje water erop sprayen. En dan gaan we deppen. Wat heel mooi roze. En even kijken of hij niet te rozig wordt. Kijk, zoals je ziet lijkt het nou ook op het oog te gaan zitten. Maar daar kan ik het gewoon weer afvegen. En van de rest van het monstertje niet. Aan. En toch nog even dat oor erin deppen. En dan met een stukje keukenrol haal je het van de plekken af waar je teiko hebt zitten. En je ziet wel dat de ogen dan mooi wit blijven en de rest gekleurd wordt. Ik ga dit zo nog bijwerken. Het andere monster krijgt van mij een nog wat rodere kleur. Heftige kleuren vandaag. Dat doe ik met de Candide Apple, ook van Distress. Eigenlijk op dezelfde manier. Ook weer een beetje water erop. En dep maar lekker in de... Zo. Daar ga ik even met de keukenrol ook weer overheen. En twee monstertjes zijn redelijk gekleurd. Even drogen. Nou, wil je nou nog wat extra schaduw of extra aanzet van sommige gedeeltes, dat kan. Dat kun je eventueel wat zichts voor gebruiken. Moet je een kleur pakken die er een beetje bij past. Geranium red of echt rood. En een beetje roze rood. Zou dat kunnen. Wat je nog zou kunnen doen is zeggen van nou, ik wil boven de ogen nog iets extra's hebben. Dat kun je... met de zichts doen. Of eventueel met potlood als je dat hebt. Ik vind zichts altijd net even iets steviger overkomen. Kijk, zo maak je die extra dingetjes. En hetzelfde kun je doen met het rode monstertje. Eventueel de ogen, maar je zou kunnen zeggen van nou, ik wil hem hier nog wel iets meer. En wat je dan ook nog kunt doen, is dat weer uitwerken met
een waterpenseeltje of een gewoon penseeltje, dat je gewoon wat meer in elkaar laat overlopen. Ook dat kan. Nou, ik moet wel het goede dopje gebruiken. Ook hier de pootjes of de vleugeltjes, maar net hoe je het wil noemen. En op die manier, dus kan je ook nog hier nog even wat extra voor de. Je zou ook het neusje nog iets extra kunnen bewerken. En het is maar net waar je de accenten zet, hoe je monstertje kijkt. Of die boos kijkt, of dat hij juist blij kijkt. Nee. Ik vind hem zo wel gaaf. En dan maak ik er juist een beetje een heftige kleurencombis van. Even kijken, nee, moet net andersom. Zo, hup. Op die manier. En ja, ik denk dat dit mooier is ook in verhouding tot de grootte. Nou, dan ga je, omdat je nu wel kunt zien van of ik dit er dan zo opzet. Of dat je nog denkt van, nou, die achtergrond die kan eventueel nog wel wat extra hebben. En dat kan. Dan pak je eventueel nog een stencil. En in dit geval een beetje een ronde stencil met wat kleinere vakjes. En dan zou je hieronder, omdat je dit toch wel vrij blauw is geworden, zou je kunnen zeggen van nou, dan zet ik daar wat op. En dan pak ik daarvoor een wat lichtere tint. Geel eventueel, of wit zou je ook kunnen doen. Ik heb alleen geen wit op dit moment bij de hand. Moet ik wel even een kussentje opzetten, anders heb ik niet. Dit is al heel meer dan voldoende. Dit is dus de Vanilla Custard. En die kun je dan eventueel nog daar overheen weer aanbrengen. En dat zou je ook aan de andere kant nog kunnen doen. Die zal daar minder opvallen, omdat dat daar wat aan deze kant wat geler al is. Maar ook dat zou je kunnen zien. Kijk, en dan krijg je nog een extra laag er weer overheen. En dat kan hem nog net even iets meer ophalen. En dat kun je ook hier doen. Kun je dus met wit doen, je kunt het met gelig doen. Zolang er maar een wat lichtere kleur is, die een beetje contrasteert met de ondergrond. En zo kun je nog wat spelen met het geheel. Nou, daarmee kun je net zo lang doorgaan als je wil. Je kunt alle manieren doen. Nou, dan ga ik dit even nog weer goed drogen, want ik heb natuurlijk nu weer extra verf toegevoegd. En dat moet drogen voordat we de gaan plakken met onze monsters.
kun je nog heel veel dingetjes nog weer extra aan doen natuurlijk, als je dat zou willen. Wat ik je nog wel even in elk geval wil leren is hoe je dit op kunt plakken. Je kunt daarvoor ook gewoon mat medium gebruiken. Mat gel medium. Dat plakt namelijk ook heel goed. Ik gebruik in dit geval Deco Art, maar je kunt ook de Ranger mat medium gebruiken of van Amsterdam. Het mooie is, het is wit eerst, maar het droogt natuurlijk transparant op. Daarmee kun je je achtergrond helemaal mee insmeren. Maar ook de achterkant van je monstertje. En dat kun je dan opplakken. Dit moet je wel mee oppassen, omdat het wel afgeeft. Dus je moet even. Zo. Dat is één. Die zit. Ook de ander. Vingers geven nog af. Dat is niet de bedoeling. En als je dit laat drogen, dan droogt dat mooi op en het plakt gelijk. Helemaal goed, Marion. Kijk maar mooi terug. Nou, ik had gisteren ook al een paar voorgemaakt. Dat zijn deze kleintjes. Die van 5 bij 5 en 4 bij 6 centimeter. Kijk, en zo kun je eventueel nog een heel leuk collage maken van die canvasjes. Dat kun je natuurlijk nog weer op een ander stukje hout zetten. Of eventueel op nog een canvasje daar weer van maken. Dus dat je die achtergrond ook eerst nog weer bewerkt. En met grotere canvas. En dat je ze daarop monteert. En ja, zo kun je lekker spelen met al die kleine canvasjes. En dan kun je een hele leuke monsterachtige geheel van maken. Je kunt natuurlijk ook met andere dingetjes werken. Je kunt er bloemen op maken. Je kunt, nou ja, wat je ook wel wil. Mensen, hoofden, huisjes. Allerlei dingetjes zou je ermee kunnen doen. Maar ik heb dit keer voor de monstertjes gekozen. Nou, dat was hem voor vanavond. Ik hoop dat jullie weer een leuk hebben gevonden. Ik heb voor die groene vis heb ik ook weer hetzelfde stencil gebruik van Tim Holtz. Dat is de, welke is dat? Dat is de mozaïek stencil. En voor deze vis had ik nog de Studio Light stencil gebruikt. Dus dan weet je in elk geval. En dan heb ik hier natuurlijk ook weer gewoon Wild Honey Distress Inks voor gebruikt. En hier heb ik de Twisted Citron Distress Inks voor gebruikt voor die vis. Dan heb je een beetje een beeld van wat voor kleuren ik daarvoor gebruikt heb. Ik heb op de website van alles wel gezet van de linkpagina. Maar omdat ik zoveel mogelijkheden had vanavond, heb ik niet alles er neergezet. Want ik vind dat je hier eigenlijk je eigen fantasie voor moet gebruiken. En dat je gewoon moet denken van, oh, dat zou ik kunnen doen en dat zou ik kunnen doen. Meestal heb je thuis ook nog wel wat. Dus, nou, fijn dat jullie er weer waren allemaal. En tot de volgende week. Dan wordt het weer wat anders. Ik zal even nog bijdraaien. Dan kan ik nog even zwaaien. Als jullie dat tenminste leuk vinden. Goed. Leuk dat jullie er waren. En tot de volgende week. Doeg.